Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hadden we nog te maken met een storing over het oosten en zuidoosten van het land. De bewolking en de regen die daarbij horen die zijn inmiddels weggetrokken. En daarachter zijn brede opklaringen ontstaan, waardoor de zon nu nog even flink schijnt. We hebben te maken met een klassieke luchtdrukverdeling in Europa met lage druk boven de oceaan en een hoge drukgebied in het Alpengebied. En daartussen staat een zuidwestelijke stroming waarmee zachte tot zeer zachte lucht naar onze omgeving wordt getransporteerd. Dat is ook morgen en tijdens de kerstdagen het geval en zelfs daarna lijkt er nog weinig verandering op te treden in deze luchtdrukverdeling. Vanavond is het wisselend bewolkt en een graad of 8, bijna nog steeds een vrij stevige zuidwestenwind, matig boven land en vrij krachtig aan zeekracht 3 tot 5. Komende nacht gaat vanuit het zuiden uit de bewolking steeds verder toenemen. In het late nacht is het overal bewolkt en valt misschien lokaal al een spatje regen. De minima liggen rond 8 graden en de wind draait naar het zuiden en wordt matig aan zeekrachtig, windkracht 4 tot 6. Dan morgen overdag in eerste instantie bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Een zuidelijke wind nog steeds in de loop van de middag en in de avond. Dan draait de wind naar het zuidwesten en neemt nog verder toe naar windkracht 5 tot 6 boven land. Dat is een vrij krachtig of krachtige wind. En aan zee zelfs hard of stormachtig, windkracht 7 of 8. En met het toenemen van die wind gaat het ook weer regeren vanuit het westen. Het wordt 11 of 12 graden morgen. Dan de kerstdagen. Nadat de regen is weggetrokken in de nacht naar vrijdag, zien we dat het vrijdag overdag eigenlijk in eerste instantie heel redelijk weer is. De zon schijnt nog van tijd tot tijd, maar in de loop van de dag komt er weer meer bewolking, raakt het uiteindelijk geheel bewolkt en later volgt er ook weer regen. Het wordt op vrijdag ongeveer 9 graden. De tweede kerstdag die ziet er wat somberder uit, vooral de noordelijke helft van het land heeft dan waarschijnlijk met wolken te maken en mogelijk ook wat regen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk aan droog, met misschien ook nog wat zon. Het is dan wel weer wat zachter, een graad of 12. Op zondag blijft het overal droog, met van tijd zon. En dan ligt het maximum rond 11 graden. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat het gewoon aanhoudend zacht weer is. In de loop van volgende week komt zelfs de 15 graden in beeld richting de jaarwisseling. Daarna lijkt dit iets minder zacht te worden. Maar ja, dat is ook wat we normaal in deze tijd van het jaar verwachten. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.